Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Magic the Gathering Arena of the Planeswalkers, uitgegeven door Wizards of the Coast. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer een uurtje mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van een Planeswalker, een machtige magier die ondersteund door zijn minions en bewapend met machtige spreuken de arena binnentreedt en de strijd aangaat met andere Planeswalkers. Het doel is afhankelijk van het scenario wat je speelt en meestal komt het erop neer dat je je tegenstander probeert uit te schakelen voordat zij jou uitschakelen. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Wij krijgen de spelregels in het Engels, op zich helder overzichtelijk neergezet, met aan het einde de verschillende scenario's die je kan opzetten, wat daar voor condities aan vastzitten en waar je begint. Verder krijgen wij voor elke speler, eigenlijk voor elke Planeswalker, een miniatuurtje pre-painted en een leger aan monsters. We krijgen wat terreintegels. We krijgen een set spreuken voor elke Planeswalker in zijn of haar kleur. Wat terreinonderdelen die we erop kunnen zetten. Die gaan barricades vormen. En we krijgen natuurlijk de sheets voor zowel de verschillende minions als voor de Planeswalkers. Met daarop hun statistieken en speciale eigenschappen. En we krijgen deze grote terreintegels die we aan elkaar gaan leggen. Met op de achterkant nog mooi artwork van de verschillende Planeswalkers die we kunnen spelen. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Ik heb de arena iets verkleind, dat maakt het voor mijn voorbeeld wat makkelijker. Maar in principe speel je bijvoorbeeld dit scenario. Hier onderaan staat hoe de overwinning wordt bewerkstelligd. In dit scenario moet je de Planeswalker van je tegenstander uitschakelen. En daar heb je 30 rondes de tijd voor. En elke keer als een speler zijn of haar beurt heeft gedaan, gaat de rondemarker eentje verder. Je kiest een Planeswalker, je krijgt de overeenkomstige reference kaart met daarop haar statistieken en speciale eigenschappen. Je neemt het deck in de kleur van jouw Planeswalker, dat schud je, je trekt 3 kaarten en je krijgt de 2 squad creatures, oftewel de groepen minions die je hebt om te bestrijden. Nou, het terrein wordt opgebouwd volgens wat het scenario aangeeft. Je zet eventuele obstakels en verhogingen zet je in het spel. We leggen de dobbelstenen, de wound counters binnen handbereik. En elke Planeswalker begint in de starting zone. En de starting zones staan over het algemeen ook duidelijk weergegeven in het scenario. In dit geval geel en oranje. Voordat het spel begint wijs je een startspeler aan. Laten we zeggen dat ik dat ben. Dan ga je jouw minions plaatsen binnen 5 vakjes van jouw Planeswalker. Nou, je telt gewoon vakjes. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik zet mijn squad aan undead zombies. Die zet ik alvast hier neer. En ik zet deze grote jongens, die zet ik hier neer. Nou, mijn tegenstander doet hetzelfde. Zoals ik al zei, dit is een vrij kleine arena. Dus dan zit je al gelijk op elkaars lippen. Bij een normale opzet gebruik je alle tegels. Dus dan duurt het iets langer, kun je wat meer bewegen. Maar het gaat mij gewoon om de uitleg van het spel. Maar zo zet je hem op en dan ben je klaar om te gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes, zoals ik al zei, waarbij de spelers om de beurt aan de beurt zijn, totdat het doel van het scenario is voltooid. In dit scenario probeer ik de Planeswalker van mijn tegenstander uit te schakelen. Doe ik dat dan als eerste, dan win ik het spel. Elke ronde wordt gespeeld in 5 fases. De eerste fase is het trekken van nieuwe kaarten. Aan het begin van je beurt trek je 1 nieuwe kaart. Je hebt een handlimiet van 7. Trek je een kaart, heb je er dan meer dan 7, dan moet je afleggen. Behalve de startspeler die de eerste beurt speelt, die trekt de eerste keer geen kaart. Op deze kaarten staan enchantments en sorceries. Dat zijn 2 typen spreuken. Sorceries zijn eenmalig. Je doet het effect en dan gaat hij naar je aflegstapel. En enchantments die leg je op bepaalde characters. Daar staat soms gewoon enchant squad. Nou, hier heb je dus 2 squads. Je kunt enchant aura doen. Die kun je gesloten spelen, open spelen. Staat er allemaal keurig op. Je mag per beurt maximaal 3 spreuken spelen en je mag alleen maar spelen als je zelf aan de beurt bent. De doelen die je met deze spreuken kan raken, die staan op de spreuken zelf vermeld. En in dit scenario is dat niet zo heel belangrijk, maar er zijn andere scenario's.
waarbij het spel doorgaat, ook al wordt je Planeswalker uitgeschakeld. Maar als je Planeswalker uitgeschakeld is, trek je geen kaarten meer en mag je geen spreuken meer spelen. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Maar de eerste stap is, je pakt een kaart. De tweede stap is, je kiest een army kaart. Nou, we hebben 3 army kaarten liggen. Ik heb mijn Planeswalker Liliana, ik heb de Blight Reavers en ik heb de Restless Zombies staan. Nou, ik kies er eentje die ik wil activeren. Bijvoorbeeld, ik wil mijn Restless Zombies gaan activeren. Als ik spreuken wil spelen, dan speel ik die nu, voordat ik ga bewegen met de army kaart die ik heb geactiveerd en ga aanvallen, of nadat ik heb bewogen en aanvallen heb gedaan. Dus daar moet je even rekening mee houden. Je kunt wel een beetje combineren, je kunt ervoor spelen en daarna wederom met die maximum van 3 kaarten. Maar zodra je gaat bewegen met je army kaarten en gaat aanvallen, dan mag je geen kaarten meer spelen. Nou, ik kies voor stap 2 de Restless Zombies. Stap 3 is, ik ga 1 of meer van deze creatures bewegen. Nou, om te kijken wat ze mogen bewegen, kijk ik op de army kaart. Daar staat een move value, dat betekent dat ze 5 stapjes mogen bewegen. Ze hebben een leventjes, 1 leventje in dit geval, dus als ze 1 hit krijgen gaan ze dood. Ze hebben een range van 1, oftewel ze kunnen 1 vakje ver slaan. En ze gooien met 3 dobbelstenen als ze aanvallen en ze gooien met 1 dobbelsteen als ze zich verdedigen. En dit is een speciale eigenschap. Dat is voor alle eenheden hetzelfde weergegeven, maar uiteraard met verschillende statistiekjes. Maar ze mogen 5 stapjes lopen. Nou, lopen is heel simpel. Je ziet gewoon dat het speelbord verdeeld is in hexagon vakjes. Elk vakje is een stapje. Er zijn natuurlijk een paar bijzondere dingen. We hebben hoogteverschillen. Als je ergens op wil stappen, dan moet je de zijkant tellen. Dus in dit geval, als ik vanaf dit vakje hier naartoe wil gaan, normaal zou dat 1 stapje zijn, maar omdat er een hoogteverschil is, moet ik de zijkanten ook meetellen. Dus ik heb 1 zijkant en de bovenop, dus dit kost me 2 stapjes. Zou ik vanaf het water hier bovenop willen staan gaan, dan tel ik 1, 2 zijkanten en de bovenop. Dus dat betekent dat ik 3 stapjes nodig heb om daar bovenop te komen. Er is een maximale hoogte waar je op kan klimmen. Onderaan elke kaart zie je een hoogte staan van jouw karakter. In dit geval hebben mijn zombies een medium 4 hoogte. Dat betekent dat ze maximaal 4 stapjes mogen gebruiken om ergens op te klimmen. Oftewel, de zijkant is 1, 2 plus de bovenop 3. Dus dit is 3. Ze hebben een height van 4, dus dit mag nog. Zou het nog 1 hoger zijn, heb je dus 1, 2, 3 zijkanten, 4 de bovenop. Dat is precies wat ze mogen. Is het dus 4 stapjes hoog, 1, 2, 3, 4 zijkanten en de bovenop nummer 5. Ze hebben wel 5 movement, maar dat is hoger dan het karakter zelf is. Dus dan mag dat niet. Als je omlaag loopt, hoef je die zijkanten niet mee te tellen. Water is ook nog iets bijzonders. Zodra je je verplaatst in water, stopt je beweging gelijk. Ga je door naar de volgende fase. En als je door water heen loopt, kost dat niet 1, maar 2 stapjes. Water uitlopen is gewoon weer 1 stapje. Hoger staan heeft wel als voordeel dat je extra dobbelsteentje krijgt bij de verdediging of de aanval. Dan zien jullie hier nog dit soort glyphs liggen. Als je een creature op een miniatuur op die glyph zet, dan krijgen al jouw squads en je planeswalker die bonus. In dit geval toughness plus 1, oftewel ze krijgen allemaal 1 extra dobbelsteen als ze gaan verdedigen. Nog 1 ding voor het bewegen. Je hebt ook dit soort gekke terreinobstakels. Die zorgen ervoor dat bepaalde vakjes gedeeltelijk zichtbaar zijn. Als jouw miniatuur met zijn base nog in dat vakje past, dan kan die daar gaan staan. Zou dat niet meer passen, omdat het gewoon simpelweg veel te groot is, dan kan die dat vakje dus ook niet bereiken. Nou, zo kunnen kleinere miniaturen soms in kleinere hoekjes of door kleinere hoekjes heen bewegen dan andere. En deze grotere creatures met een dubbele base werken op zich op dezelfde manier. Je kiest 1 van de kanten waarmee je wil bewegen en dan tel je gewoon je verplaatsing uit. Bijvoorbeeld, ik beweeg 2 vakjes, 1, 2. Nou, dan kies je gewoon 1, 2. En daarna zet je hem eigenlijk op deze manier neer, want je bent vanuit die richting gekomen. En je mag ook aan het begin van je movement zeggen, ik draai hem om en dan ga je vanuit die kant rennen. Dus dat, met die dubbele bases kun je dus op die manier daarmee spelen. Om aan te vallen moet je binnen het bereik zijn. Nou, jullie zagen dat mijn zombies een bereik hebben van 1, oftewel ze kunnen alleen maar de vakjes om zich heen bereiken. Sommige creatures hebben een groter bereik. Nou, dan ga je dus gewoon tellen. Heb je bijvoorbeeld range 3, dan mag je dus 3 vakjes verschieten. Dus dan ga je vanuit deze kijken. 1, 2, 3. Nou, dan kan ik die raken. Maar ja, die hoort bij mij, dus dat is niet handig. En als je
verder dan één vakje wil raken, dan moet je ook even kijken of je line of sight hebt. Je zult zien dat op elk karakter, elk squad, staat een kleine afbeelding van jouw miniaturen met een groene stip ergens afgebeeld in deze miniaturen. Als jij vanuit jouw karakter waarmee je aanvalt het gedeelte van het miniatuurtje dat je wil raken kan zien waar de groene stip staat afgebeeld, dan heb je line of sight. En om dat te bepalen mag jij eventueel miniaturen binnen het vakje waar ze staan een beetje verplaatsen als aanvaller om te kijken of je daadwerkelijk zou kunnen raken. Dus als ik bijvoorbeeld met dit karakter het bereik zou hebben om deze te kunnen raken, dan mag ik deze een beetje aan de kant schuiven. En dan ga ik kijken, kan ik vanuit mijn groene stip de groene stip van deze Flaming Phoenix zien? Ja, ik heb daar een rechte lijn die ik daar naartoe kan trekken, dus ik kan hierop schieten. Daar hebben zij weinig last van, want zij hebben gewoon een bereik van 1, dus ze kunnen alleen maar om zich heen slaan. En als je aangrenzend staat aan een ander figuurtje van de tegenstander, dan ben je, zoals het spel het noemt, engaged. En in dit geval, als je engaged bent, mag je ook niet zeggen van oké, in plaats van dat ik dit karakter aanval, ga ik een totaal ander karakter aanvallen. Want ik ben op dit moment hiermee aan het vechten, dus daar zal ik ook mee moeten strijden. Nou, hoe ziet zo'n battle eruit? Ik gooi 3 dobbelstenen volgens mijn battle card. Maar omdat ik een height advantage heb, ik sta hoger dan dit monster, krijg ik er eentje bij. Mijn tegenstander verdedigt zich met 1 dobbelsteen. Nou, ik gooi mijn dobbelstenen. Voor mij tellen alle gekruiste zwaarden. Mijn tegenstander gooit en voor hem tellen alleen de schildjes. Ik doe dus 2 hits. De Phoenix heeft 1 leven, dus deze is effectief uitgeschakeld. Nou, dat betekent dat ik hier niet meer mee kan aanvallen. Nou, kan ik met deze nog een aanval doen. Wederom hetzelfde. Geen height advantage, oftewel ik gooi maar 3 dobbelstenen. Effectief 1 hit vanuit mijn character. Deze verdedigt zich met 1 dobbelsteen. Geen, dus die wordt ook weggeknald. Dit zijn phoenixes, dus die komen op een bepaalde manier weer terug. Net zoals dat dit zombies zijn die op een bepaalde manier ook weer terug kunnen komen. Maar zo werkt een battle eigenlijk heel simpel. Zouden we allebei in de laatste battle bijvoorbeeld 1 aanval tegen 1 defense hebben gerold, dan kruis je die tegen elkaar weg, blijft er niks over, blijven beide figuren staan. Hetzelfde geldt als de verdediger meer defense gooit dan de aanvaller. Zwaartjes, dan blijven ze ook al bij staan. En dan gaan we naar de laatste fase. En daarbij beweegt de speler de turnmarker 1 stapje verder. En is de volgende speler. Die gaat weer een kaart pakken. Wijst een squad aan. Eventueel kaarten spelen. Bewegen, aanvallen. En de turnmarker gaat weer verder. En zo gaan we vrolijk heen en weer. Tot we op een gegeven moment, dus in dit scenario, de tegenstander zijn of haar planeswalker uit weten te schakelen. En degene die dat als eerste voor elkaar krijgt, is in dit scenario de winnaar van Arena of the Planeswalkers. En zo wordt het spel gespeeld. Magic the Gathering Arena of the Planeswalkers is natuurlijk gewoon een kruising tussen het spel Magic the Gathering en Heroescape. Beide uitgegeven door Hasbro, CQ, Wizards of the Coast. En dat is natuurlijk aan de ene kant een leuke combinatie. Ik ben een fan van Heroescape, vind ik een leuk spel. Ziet er mooi uit, toffe miniatures en je krijgt epische battles. En aan de andere kant ben ik een enorme fan van Magic, wat ik al sinds mijn 12e speel. Dus ik denk dat wordt een leuke combinatie. Tegelijkertijd had ik in mijn achterhoofd al moeten denken, Magic implementeren in een bordspel is wel eens vaker geprobeerd. Werkt over het algemeen niet, want Magic is een spel wat in mijn oog al uitstekend is. En vooral leuk is door de snelheid. Aan de ene kant, het speelt snel, soepel. En aan de andere kant, het maken van je eigen deck. Combinaties zoeken, leuke variaties erin zetten, thema's maken. Dat vind ik al een gaaf onderdeel. En dan met dat deck gaan spelen, kijken hoe het eruit komt, aanpassen, etc. Nou, en dit spel is Magic heel erg teruggehouden. Je hebt nog maar 2 soorten kaarten. Kaarten die je allebei alleen maar in je eigen beurt mag spelen. Je hebt gewoon een set kaarten die voor jouw planeswalker gemaakt zijn. Dus zelf knutselen zit er niet bij. Ondanks dat vind ik het wel een van de leukste elementen van dit spel. Die kaarten maken echt wel dat elke planeswalker op een andere manier speelt. En je krijgt andere eigenschappen. Dus dat is wel heel erg tof gedaan. Maar het is niet meer de snelheid en het gave wat het gewone Magic kaartspel toevoegt.
Nou, verder hebben we natuurlijk een prachtig speelveld. Je krijgt mooie tegels met artwork. Je krijgt componenten die erop zet, terreingedeeltes. Maar als je dan weer terug gaat naar Heroescape, dan krijg je veel meer terreintegels, veel meer hoogtes, veel meer uitdagingen. Ook weer meer variatie. Dus daarin is hierin ook een beetje teruggesnoeid. Dus het is ook wat minder overweldigend. En zo merk je al dat beide elementen die ze gecombineerd hebben, zitten er wel in, maar net een paar treden lager dan de originele. Nou, en dan combineer je ze nog eens een keertje. Dus je krijgt naast de miniaturen die met elkaar de strijd aangaan, kaarten die er overheen gaan. Dat is op zich een hele leuke manier van werken. Maar ik vind dit spel langzaam. In Heroescape mag je 3 units per beurt activeren. Hier 1 unit. Dus het gaat heel langzaam. Je kiest 1 unit, je beweegt ze, valt mogelijk aan als je binnen bereik bent. En dan is de volgende speler. Dus je moet daar je tactieken wel een beetje op aanpassen, je kaarten erop aanpassen. Het voelt wat trager aan. En het blijft een dobbelspel. Nou vind ik dat op zich niet erg, want Heroescape vind ik wel leuk. Maar in dit spel, en dan komt het natuurlijk ook misschien een beetje door mijn ervaring met Magic. Je hebt kaarten, je hebt tactieken, je plant. En dan heb je op een gegeven moment je miniaturen in positie staan. Je begint te dobbelen en je dobbelt gewoon kansloos. Soms kun je dat nog een beetje opvangen met kaarten, maar soms ook gewoon niet. En ja, dan omdat het zo langzaam gaat en je hebt al zo weinig units, is dat vrij vernietigend als dan een bepaalde tactiek niet uit de verf komt. Dat kan maar zo zijn dat dat het punt is waarop je het spel verliest. Tuurlijk, beide zijden hebben er last van. Beide spelers gooien die dobbelstenen. Maar het voelde in mijn optiek gewoon niet lekker aan. Het voelde niet alsof ik de controle had over het spel. En ook al is het soms een illusie van controle, die illusie was hier niet aanwezig. Ik had echt zoiets, chips, ik gooi slecht. Nou, dat was het dan. En inderdaad, daarna wordt je units weggevaagd. Was er geen redder meer aan. En dat gevoel, dat stoort me gewoon. Dat steekt me gewoon. Dus al deze elementen zijn op zich gaaf. De vormgeving is prima. Enige minpuntje wat ik heb. Je krijgt de Planeswalkers van tevoren geschilderd binnen. Op zich tof. Alleen de kwaliteit van sommige Planeswalkers, dus hoe dat geschilderd is, is een beetje erg. Mijn Nissa ziet eruit alsof ze een koala is. In plaats van een elf. Dus dat is niet echt heel mooi. Ja, vooruit. Ze hebben er al een likje verf op gedaan. En je kunt er zelf altijd nog overheen gaan. Maar alles bij elkaar is Arena of the Planeswalkers in mijn ogen het precies niet. Het is niet Magic wat ik leuk vind. Het is niet Heroescape wat ik leuk vind. En de combinatie samen met de regels die zij hebben geïmplementeerd maakt het langzamer en nog geluksafhankelijker. En dat is precies wat ik niet leuk vind en wat ik niet zoek in een spel. En het is om die reden dat ik dit spel niet kan waarderen voor wat het is. En daarom ook gewoon een 3 heb gegeven. Ik wil dit niet meer spelen. Ik ga dan liever of Magic spelen of Heroescape. Deze doet het hem voor mij niet. Spellen Zolder.